Vandaag ga ik inbreken in de geheime Minecraft server van SpongeBob. Oké, we zijn aanbeland in de geheime server van SpongeBob. En laten we maar gewoon beginnen met het hakken van een boompje. Want we moeten natuurlijk wel hout hebben om te beginnen. Dus laten we even snel een boompje hakken. Want dan kunnen we natuurlijk tools gaan maken. En wat? SpongeBob staat letterlijk daar. Hij staat letterlijk voor mijn neus. Oké, ik wist niet dat SpongeBob online was. Ik ben namelijk stiekem ingebroken in de Minecraft server van SpongeBob. Maar ik ben dus betrapt. Maar goed, laten we maar gewoon naar SpongeBob toe lopen. Want ik ben wel benieuwd wat hij ons wilt vragen. Hey, SpongeBob hier! Ik was aan het kwallenvissen met mijn vriend Gerrit, maar hij is plotseling verdwenen. Kun jij mij helpen hem te zoeken? Tuurlijk wil ik dat. Gerrit laat altijd een slijmspoor achter. Oké. Dus we moeten Gerrit gaan zoeken, want hij is blijkbaar verdwenen. Dus even kijken, waar? Oh, ik zie slijm. Ja. Gerrit is hier geweest. Oké, even kijken. Hier zit slijm. Oké. Hier is slijm, daar is slijm. Is dat Gerrit? Hey, dit is Gerrit. Hey, hond, laat hem met rust, man. Oh mijn god, deze hond was Gerrit aan het aanvallen. Dat is niet de bedoeling. Zo, oké. Als SpongeBob zegt... Bedankt voor je hulp, Finny. Ja, geen probleem, SpongeBob. Jij mag bepalen waar mijn huis komt te staan. Oh, ik mag gewoon bepalen waar het huis van SpongeBob komt te staan. Oh mijn god, dat is super vet. Oké, even kijken. Wat is een mooie plek? Ik ga eventjes rondkijken. Daar zijn mooie roze bomen. We zijn hier op een soort van heuvel. Misschien is dit wel gewoon een hele mooie plek om het huis op te bouwen. Want hier is lekker veel ruimte. En oh mijn god, kijk hoe vet het uitzicht is. Ja, we gaan het hier boven op de heuvel plaatsen. Laten we het hier plaatsen. Ja, perfect. Oeh, Patrick en de anderen zijn ook in deze wereld. Dat is leuk. Oké, en er is allemaal vuurwerk. SpongeBob is blij. Nice. Maar we moeten dus op zoek gaan naar Patrick. Want hij is ook in deze server. En even kijken. Patrick, ben jij hier? Patrick. Oh, ik heb geen idee waar Patrick is. Oké, maar waar kunnen we Patrick gaan vinden? Even kijken. Hier is hij niet. Daar is hij niet. Is hij hier beneden? Nee, hier is hij ook niet. Waar is Patrick? Ik heb echt geen idee. Even kijken. Huh? Wie zijn dat? Wacht, wie is dit? Dit is de vader van SpongeBob. Hallo meneer. Hey daar. Mijn vrouw en ik zijn op zoek naar een plek om ons huis te bouwen. Kan jij hier ons mee helpen? Ik wil wel helpen hoor. Geef me je huis maar. En dan ga ik hem plaatsen. Eens even kijken. Wat is een mooie plek om het huis neer te zetten? Ik denk misschien hier ergens. Dit is wel een mooie plek. Laten we hem hier neerzetten. Ja, helemaal perfect. Dankjewel, Finny. Ja, geen probleem. En vuurwerk. Het is weer een feestje. Let's go. Oké, nice. Oké, wat kunnen we nu doen? We moeten nog op zoek naar Patrick natuurlijk. Dat was onze originele missie. Dus laten we dat even gaan doen. Eens even kijken. Waar is Patrick? Wat is hier? Is dit meer mijn man en mosseljongen? Oh mijn god, hey jongens. Wat kan ik voor jullie betekenen? Hey, kan jij een mooie plek vinden om ons huis te bouwen? Hey, ik word aangevallen. Hey joh, wat is dit? Ik was het verhaaltje aan het oplezen. Oh mijn god, ik word opeens aangevallen door een zombie en ik ga bijna dood. Dat ga je niet menen. Ga dood, zombie. Oh mijn god, ik heb 2 hartjes. Oh mijn god, ik ga dood. Help mij dan ook jongens, help mij alsjeblieft. Ik ga dood. Nee! Ik heb een half hartje, help mij. Alsjeblieft SpongeBob, doe iets. Sla die zombie neer. Oh mijn god, ik ben echt bijna dood. Oké, voordat ik jullie ga helpen met het bouwen van jullie huis, ga ik eerst snel even wat eten regelen. Want dat is iets belangrijker momenteel. Kom op, schaap, geef me alsjeblieft even wat vlees. Ja, dankjewel. Oké, dit moet ik eigenlijk braden, maar daar heb ik nu echt even geen tijd voor. Oké, top. Ik heb geen honger meer, dus we kunnen nu een plekje gaan zoeken voor een huis. En daarna moet ik echt even goed op zoek naar heel veel eten. Want op deze manier ga ik het niet langer overleven, ben ik bang. Oké, wat is een mooie plek voor het huis van Meermenman en Mosseljongen? Misschien iets verderop. Misschien is dat wel een mooie plek hier. Ja, dit is wel nice. Yes, dat is helemaal perfect. Dankjewel, Finny. Nou, geen probleem, man, mosseljongen. En dit is ook wel een heel vet huis, alleen zweeft hij een beetje. Oké, dit was misschien niet de beste plek. Oh mijn god, oké, dit moet ik gaan regelen. Ik wil namelijk niet dat het huis gaat zweven. Dus dat gaan we even oplossen. Het huis zweeft, maar nu niet meer. Ik heb het huis helemaal ondersteund met allemaal dirt. Zoals jullie zien, dit is prachtig. Nu zweeft het huis niet meer. Maar zoals jullie zien, het is alweer donker. Het was een lange dag. Laten we snel terug naar huis gaan. Om even lekker een dutje te doen. En dan, morgen is de grote dag. Dan gaan we op zoek naar Patrick. En hopelijk kunnen we Patrick morgen gaan vinden. Dat zou echt mooi zijn. Maar deze skelet moet eerst even dood voordat we naar binnen kunnen gaan. Kom, ga dood. Oh, ga dood alsjeblieft, skeletje. Lekker, die is dood. Let's go. Oké, snel naar binnen, want daar is er nog één. Kom op, SpongeBob. Kom naar binnen. Oh my god. Ik moet even naar binnen rennen. Ja. Ik ga slapen. Wel rusten. Oh mijn god, ik kan niet slapen. Er zijn monsters in de buurt. Dit ga je niet menen. Oké, ik eet me. Oh mijn god, hier is die skelet. Skeletonie. Nee. Papa gaat dood, alsjeblieft. Ik ga bijna dood. Dit ga je niet menen. Nee. Oh, het bed is kapot. Ik ben dood.
Dit ga je niet menen. Het bed is kapotgeschoten. Ik ben kapotgeschoten. Wat? Oké, ik moet opnieuw spannen. Dit ga je niet menen, mensen. Oh my god, sorry SpongeBob. Je bed is verroest. Verroest. Nee, oké. Waar is de skelet? Hier is de skelet. Ga dood, alsjeblieft. Ik moet snel even een zwaartje oprapen. Laat me met rust. Ik heb een axe, een bijl. Kom, ga dood. Alsjeblieft, ga snel dood. Baap, baap, baap. Baap, oké. Die is dood. Oké, het bed moeten we gauw terugplaatsen. Want ja, zonder bed kunnen we niet slapen. En ik ben moe. En ik wil slapen. Dus laten we die gauw hier neerzetten. Ja, dit is een mooie plek voor het bed. Laten we snel even een hapje eten. En gaan we lekker slapen. Wat is hier achter eigenlijk? Oh, hier kunnen we een bad. Oké, morgen gaan we lekker een bad als we wakker worden. Laten we eerst even gaan slapen. Oké, we zijn wakker, mensen. Let's go. We gaan lekker in bad zitten. Heerlijk. Oké, zet hem aan. Zet hem op. Hè? Ik kan geen water vullen in het bad. Wat is dit voor een stom bad? Oké, kan ik dan op de minst wel even op het toilet zitten? Kan dat wel? Ja, oké. Ik ga even mijn ding doen. Met z'n rug. Oh, ja, oké, ik ben klaar. We gaan vandaag Patrick zoeken. Maar eerst. Maar eerst word ik hier in elkaar geslagen door een zombie die in de woonkamer bij SpongeBob zit. En ik heb de deur per ongeluk gesloopt. Dat was niet de bedoeling. Maar ik schrok me kapot. Oh my god. Oké, deze moeten we even terugplaatsen. Kijk, hij is geplaatst. Top. Hey SpongeBob, hoe gaat het met jou? Het gaat erg goed. Dat is fijn om te horen, SpongeBob. Oké, we pakken eventjes de dingetjes in de inventory. En dan gaan we op zoek naar Patrick. Waar zou hij zitten? Ik heb geen idee. Laten we even op zoek gaan. Waar is Patrick? Patrick, where are you? Oh, ik zie een vraagteken. Patrick, ben jij daar? Hallo, Patrick? Ben jij daar? Nee, wat is dit? Dit is een of andere walvis. Oh my god. Goedemiddag, kan jij helpen met het bouwen van mijn prachtige huis? Oké, ja, ik ga jou helpen. Ik ga een huisje voor jou bouwen, ja? Walvis, hoe heet jij? Ik heb geen idee hoe deze meid heet. Ik noem haar gewoon walvis, met een P. Oké, P walvis. Oh, Pearl. Ah, oké, haar naam is Pearl. En ze heeft echt een gigantisch groot huis. Oké, die moeten we even op een mooie locatie gaan neerzetten. Wat is een mooie locatie om het huis van Pearl te bouwen? Even kijken. Misschien hier in de vallei. Ja, dit lijkt me wel een leuke plek. Misschien daar beneden. Ja. Dan plaatsen we het huis in deze vallei. Oké, dit is een prachtige locatie om het huis van Pearl neer te zetten. Let's go. Super bedankt, Finny. Hey, alsjeblieft, man. Pearl. Laten we even naar binnen gaan, want ik ben wel benieuwd naar de inrichting. Wow, dit is best wel leuk ingericht. Oprecht heel leuk. Wow, dit is leuk. Laten we naar boven gaan, naar de slaapkamer. Oeh, dit is ook wel een gezellig bedje. Maar het huis van SpongeBob is natuurlijk veel leuker dan dit huis. Al is deze wel echt een stuk groter. Maar goed, Pearl, ik ga er weer vandoor. Tot de volgende keer. Doedeladokie. Woehoe. Oké, we gaan op zoek naar Patrick. Want dat is de hoofdmissie van deze aflevering. Want wij zitten nu in de geheime server van SpongeBob. Maar ja, SpongeBob is SpongeBob niet zonder zijn vrienden. En Patrick is zijn beste vriend. Dus we moeten Patrick gaan zoeken. Waar zou Patrick zitten? Ik heb oprecht geen idee. Weet jullie waar Patrick zit? Laat het dan even weten in de reacties. Waar is Patrick? Ik heb geen idee. Oeh, ja, is dat Patrick? Is dat Patrick? Is dat Patrick? Ik ga op zoek naar Patrick. Dat is meneer Krabs. Oh mijn god, ik vind iedereen behalve Patrick. Ik wil Patrick vinden. Meneer Krabs, kan jij mij vertellen waar Patrick de zeester is? Yo, ik zou graag meer klanten willen bij mijn restaurant The Krusty Krab. Kan jij mij hierbij helpen? Niet vandaag. Andere keer. Dat gaan we een andere keer doen, meneer. We gaan eerst op zoek naar Patrick. Waar is Patrick? Ik ga niks anders doen behalve het zoeken van Patrick. Want Patrick is mijn beste vriend en ik ga hem niet in de steek laten. Misschien is hij wel ontvoerd. Oh mijn god, ik hoop het niet. Ik hoop dat Patrick gewoon nog leeft, überhaupt. We gaan op zoek naar Patrick. We gaan gewoon even het bos in. Misschien zit Patrick hier. Ik zie in ieder geval een heel groot vraagteken. Dus laten we daar even op afgaan. Is dat Patrick? Ja, Patrick! Let's go! We hebben Patrick gevonden. Patrick! Yo, man! Hey, wil je mij helpen met het vangen van een kwallenvis? Tuurlijk wil ik dat doen, Patrick. Je bent mijn beste vriend, maar ik word beschoten door een skelet. Oké, waar is dat skelet? Ik moet hem eerst kapot schieten, slaan. Oh, dat ik ga bijna dood. Help mij, jongens. SpongeBob, help mij. Ik ga dood. Ik ga oprecht dood. Ik ben dood. En dat ga je niet menen. Oké, ik moet snel terug naar de plek waar ik dood ging, want al mijn items en spullen liggen daar. Dus laten we snel terugrennen. Oké, waar was Patrick ook alweer? Waar liggen mijn spullen? Ik heb geen idee. Het bos is ook zo groot. Laten we in een boom klimmen om te kijken waar Patrick zit. Even kijken. Misschien hebben we nu iets meer overzicht. Patrick. Oh mijn god, heb ik je net gevonden? Ben ik je weer kwijtgeraakt omdat ik dood ben? Dit is zo vervelend, mensen. Even kijken. Is Patrick hier ergens te bekennen? Ik zie hem niet. Oh mijn god, Patrick, waar zit je? Hopelijk is hij niet ook dood door de skelet. Dat zou heel vervelend zijn. Is dat Patrick? Patrick, ben jij dit?
Ja, oké, Patrick, ik heb je gevonden. Maar waar liggen mijn spullen? Oh mijn god, ik moet even snel mijn spullen gaan zoeken, want nu heb ik helemaal geen spullen meer en ik vind het niet leuk. Nou ja, als ik ze niet kan vinden, is het natuurlijk ook geen ramp. Laten we maar gewoon gaan kwallenvissen met Patrick. Ik denk dat dat gewoon de juiste oplossing is om te doen nu. Dus Patrick, laten we gaan kwallenvissen, maar misschien kunnen we eerst beter naar huis gaan, want allemaal zombies, een hele zombieaanval. Ik moet naar huis. Ik wil niet weer dood en ik heb geen zwaard deze keer, dus ik kan mij jullie ook helemaal niet gaan beschermen. En hier liggen mijn spullen. Gelukkig, ik heb ze gevonden. Dit is echt geweldig. Dan kunnen we gewoon hier blijven. Oké, top. Ik heb mijn zwaardje. Kom maar op, zombies. We gaan gewoon niet naar bed vandaag. We gaan gewoon de hele nacht proberen te overleven in het bos. En we gaan alle zombies proberen. Oh, sorry SpongeBob. Ik zoek SpongeBob per ongeluk. Oh, ik ga dood. Ik moet naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga het niet overleven. Het zijn veel te veel zombies. En ik heb geen eten. Ik ga bijna dood. Dit ga ik niet menen. Oké, maar daar is het huisje van SpongeBob. Laten we snel gaan slapen. Voordat we doodgaan. Oh, ik val in een diep gat. Dit is niet de bedoeling. Snel rennen. Want daar zijn allemaal creepers. En ja, ik ben bang. Oh, daar is een creeper. Oh mijn god, ik moet snel naar binnen. Ik moet snel slapen. Laat me slapen. Laat me slapen. Slapen. Let's go. Ik slaap. Oké, we zijn weer wakker. En de missie van vandaag is om samen met Patrick te gaan kwallenvissen. Samen met mijn beste vriend. Oh mijn god, het huis van SpongeBob is opgeblazen door een creeper. Dit ga je niet menen. Oké, ik moet het snel even gaan terugplaatsen voordat SpongeBob het ziet en hij boos wordt op mij. Ik ga het niet perfect plaatsen. En Pearl, ga alsjeblieft naar huis. Jij bent veel te groot om hier te staan met mij. Oké, dit moeten we even hier gaan plaatsen. En dit moeten we nog even hier gaan plaatsen. Oh mijn god, de trap is gewoon verwoest. Het huis is niet meer zoals hoe het eerst was. En dat vind ik heel jammer. Want het huis zag er zo mooi uit. En nu niet meer. Het is nu gewoon verpest door die stomme creeper. Oh mijn god, wat een stomme creeper. Oké, maar maakt niet uit. Laten we gaan kwallenvissen, Patrick. SpongeBob, ga je ook mee met kwallenvissen? Patrick, ga je mee met kwallenvissen? Kwallenvissen, hier komen we. Ik heb er dus 12 nodig. Dat is 1. En dat is nummer 2. Ja, en dat is nummer 3. Kom op, man. Oh, ze werken niet mee. Ze vliegen veel te hoog. Dan pak ik deze wel even zo. Dan pak ik deze nog even. Ik heb er nu gewoon al... kom, hier. Ik heb er nu gewoon al 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En nummer 12. Kom. Ja, nummer 12. We hebben alle kwallenvissen gevangen. Let's go. Super bedankt, Finny. Zet mijn prachtige huisje maar ergens neer. Ja, prima. Ik wil jouw huis best wel even neerzetten, Patrick. Geen enkel probleem. Jouw huis gaan we hier lekker naast die van SpongeBob neerzetten. Ik denk dat dit ongeveer wel een mooie plek is. En we plaatsen het mooi op deze manier. En Patrick zegt dat hij een bellenblaas voor mij heeft. Wat, een bellenblaas? Kan ik nu gewoon bellen blazen? Ja, let's go. We kunnen bellen blazen. Dit is geweldig. Oh mijn god. Oh, dankjewel Patrick. Oh, wat? Zat ik nou in de bel? Wacht, kan ik in de bel? Wacht, ik wil het proberen. Ja, oh, ja, oh, wacht. Oh, allemaal creepers. Nee, snel naar huis, snel naar huis. Oh mijn god, ik wil in een bel. Ja, ik zit in een bel. Mensen, holy. Oh, au, au, au. Oké, we moeten naar huis. We moeten snel naar huis. Dit is niet de bedoeling. Maar ik zat gewoon letterlijk in een bel van een bellenblaas. Oh mijn god, laten we lekker gaan slapen. Dit was echt een leuke dag. Ah, lekker slapen nu. Welterusten.